De verscherpte maatregelen voor de totale lockdown die vandaag zijn ingegaan, moeten een verdere verspreiding van het COVID-19-virus voorkomen. Dit haalde het COVID-19-managementteam afgelopen zaterdag aan tijdens een persbriefing. Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid en coördinator van het COVID-19-managementteam, haalde aan dat aan de essentiële diensten de gelegenheid geboden wordt hun verplichtingen en werkzaamheden te blijven uitvoeren. Echter moet hiervoor schriftelijke toestemming verleend worden door het COVID-19-managementteam. Feira gaat in op de essentiële diensten die een individuele dispensatiebrief nodig hebben. Dus een dispensatiebrief op naam, die zijn polyklinieken en tandartsen, uitsluitend dus voor spoedgevallen. Dat betekent dat de tandarts of de polykliniekhouder dispensatiebrieven aanvraagt voor het personeel die moet werken tijdens spoedgevallen. En dan gaan we door. Apotheken, zorgverleners, daaronder vallen de mensen van de mantelzorg en thuiszorg. Supermarkten, bakkerijen, slagerijen, de biertiewinkels. Die vragen dus ook een individuele dispensatiebrief aan voor hun personeel. Petshophouders, dierentuinen en dan uitsluitend voor onderhoud van de dieren. Servicestations, uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie en dergelijke. Dus geen snacks. Dus het winkeltje, welke er meestal zo is bij de servicestations, die zijn niet open. Productiebedrijven met exportverplichtingen. Productiebedrijven voor voedingsmiddelen, inclusief slachthuizen. Verder haalde Feira aan dat de tweede groep van essentiële diensten een algemene dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage. De essentiële diensten die een algemene dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage zijn de multinationals en dienstleveranciers. De leveranciers staan al met ons in contact, dus ze weten wie ze zijn. Maar in deze geeft dus dan de multinational aan wie de leveranciers zijn en als zodanig wordt dus dan de dispensatie gegeven. Parastatale bedrijven en dienstleveranciers, essentiële medewerkers van bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen, beveiliging- en bewakingsbedrijven, geregistreerde nierdialysecentra, geregistreerde dierenartspraktijken en ook zij dus met een wachtdienstregeling, dus het is niet zo dat elke dierenarts gewoon open staat. De vitale afdelingen van de nutsbedrijven, bijvoorbeeld de storingsdiensten en distributie van belkaarten, want u moet natuurlijk ook door blijven bellen. Financiële instellingen, en hierbij denken wij dus aan de back office en de aanvulling van zij die van de pinpasautomaten en voor zij die afspraken hebben, lopende afspraken hebben. De noodzakelijke diensten van haven en luchthaven en de mediahuizen. Danielle Feira, directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid. Ze sprak afgelopen zaterdag op een persbriefing over de verscherpte maatregelen van de totale lockdown. Veiligheidsdiensten en gezondheidswerkers behoeven geen dispensatiebrief.